Spitsuur op middelbare school NSG in Nijmegen. Een komen en gaan van scholieren die even daarvoor, net als veel andere Nijmegenaren, deze controleurs tegenkwamen. Morgen, mag ik even stoppen? Ik zie dat je geen goede fietsverlichting hebt. En zo ging het vanmorgen vroeg tientallen keren. Ik weet het ook niet. Ik dacht dat hij het deed, maar nee, hij doet het helemaal niet. Als de politie erbij had gestaan, had deze, en ook deze fietser, een bon gekregen. Want de boetes bij het niet op orde hebben van je fiets tikken flink aan. Een kapot voor- of achterlicht. €45. Geen reflector op je trappers. €30. En ook 30 als je de reflector op je banden of achterop je fiets mist. Wie het heel bont maakt, kan dus in totaal €135 betalen. Boetes zijn vanochtend niet uitgedeeld. Fietsers kwamen er met een waarschuwing vanaf. We merken nog steeds dat jongeren een kwetsbare doelgroep zijn. Er vallen nog steeds veel gewonden, helaas ook een aantal doden per jaar. We proberen vandaag even die bewustzijn voor die goede verlichting te creëren. Dus even te zorgen dat mensen, zeker als ze geen verlichting hebben, een reminder krijgen van hé jongens, maak dat in orde. En mensen die wel licht hebben ook even te complimenteren van hé, goed dat je al goed verlicht bent. En geen campagne zonder boegbeeld. Sopie Mark van Eeuwen moet de leerlingen in Nijmegen wijzen op het nut van fietsverlichting. Maar of hij nu ook echt het goede voorbeeld geeft? Ik moet eerlijk bekennen dat mijn voorlicht kapot is. Dus als ik nu dadelijk thuis ben, dan ga ik ook meteen mijn licht maken.